Zo, dus iedereen welgekomen op onze infomoment over Ringpark West. Wat we hier gaan bespreken vandaag is een terugblik. Wat is er al gebeurd de voorbije jaren? En ook eventjes kort een doorkijk. Wat zijn de volgende stappen binnen dit proces? Het welkomstwoord werd gegeven door Piet. Daarna heeft Thomas een korte introductie gegeven. En nu bieden mijn collega Maarten en ik de verdere presentatie aan. Zoals Pieter juist al vermeldde, gebruiken we in deze presentatie Mentimeter. Mentimeter is eigenlijk een soort van interactieve app waarmee we eigenlijk met jullie, de kijkers, een meer interactieve connectie kunnen aangaan dan normaal gezien via een online vergadering. Zoals gezegd doen we zo'n vergadering meestal offline en is er sowieso al meer interactie. Dus proberen we dan nu datzelfde effect terug te krijgen door Mentimeter. Het is niet verplicht daaraan mee te doen, maar het maakt het geheel wel iets interactiever. En als jullie willen meedoen, de instructies staan hier bovenaan. U kan daarmee met uw smartphone of een tablet op uw laptop naar www.mentimeter.com gaan en de code 590549 invoeren. En dan zou u normaal gezien vanzelf op de correcte slide moeten toekomen waar u uw antwoord kan ingeven. Het principe hieronder is eigenlijk een wordcloud, heet dat. En hoe vaker een bepaald woord wordt genoemd, hoe groter het zal verschijnen. Dus hier zien we dat Antwerpen, Groene Hoek wordt het meest genoemd. Berchem, Zwijndrecht en Borgerhout ongeveer evenveel. Dus hier waar toch een mooie verdeling is tussen de mensen van de rechterhoever en van de linkerhoever. Het doet ons altijd plezier om zo'n goede verdeling te zien. Hier rechts onderaan zien we dat mensen al geantwoord hebben. Ik zal niet iedere keer wachten tot iedereen heeft geantwoord, want ik weet dat iedereen daaraan zal meedoen. Maar het is toch een goede indicatie. Dus van Zwijndrecht zien we toch de meeste mensen aanwezig zijn. Gelijk bij Groene Hoek, 2050. Ja. Nog eventjes wachten, Berchem komt zo ook weer naar voren. Zwijndrecht, toch veel, het meerdere deel komt uit Zwijndrecht precies. Ja, dit is het principe van Mentimeter. Er komen nog een aantal slides in terug. Het is eigenlijk gewoon om jullie al te laten kennis maken met het werk. Marie, jouw geluid valt af en toe weg of hapert af en toe een beetje. In het begin was het prima. En daarna... Ja. Dus misschien eens kijken of dat je er iets aan kan doen. Want het was in het begin perfect. Ja, het is misschien omdat er nog wel veel interactie komt op die Mentimeter. Dat is misschien enkel met de slides dat een verstoring zal zijn. Verschillende segmenten. Die staan hier in verschillende kleuren aangegeven. En alles wat op linkeroever en Zwijndrecht zich bevindt, is eigenlijk deel van Segment West. Het team dat destijds verantwoordelijk was voor Segment West, communiceerde vaak onder de titel Over de Ring West en staat hieronder het afgebeeld. Dus dat is Maarten en mezelf, maar ook Luc Wallace, Florian Boers en Timo Stevens. We zijn dus verschillende keren vanaf september 2017 tot mei 2018 zijn wij verschillende keren op de site geweest, verschillende communicatiemomenten gedaan. Dus onze gezichten komen misschien een aantal van jullie bekend voor. Nu voor de uitwerking van Ringpark West gaan we hetzelfde team zijn. Dus jullie gaan ons eigenlijk nog een paar keer meer kunnen zien. Wat hebben we destijds eigenlijk aan gewerkt? In de anderhalf jaar dat we met het team West, samen met de inwoners en de burgerbeweging en de stad en de gemeente, hebben we samen aan een plan gebouwd voor Ringpark West, dat eigenlijk neerkomt op vier speerpunten. Het eerste is het verbinden van de groene fragmenten tot één landschapspark. Dus zoals jullie weten heeft Linkeroever en Zwijndrecht eigenlijk heel veel groene elementen, maar die worden nogal verspreid door de infrastructuur, waardoor ze niet voor recreanten en voor fauna en flora eigenlijk ook, vormt die infrastructuur een harde barrière. Dus onze eerste speerpunt is
om die groene elementen weer te gaan verbinden met elkaar door middel van nieuwe doorsteken onder de infrastructuur of nieuwe bruggen boven de infrastructuur. Het tweede punt is dan dat we de leefbaarheid op duurzame wijze willen verbeteren. Waarop staat dan nu precies leefbaarheid? Dat gaat uiteindelijk ook over levensruimte. Dus we proberen kwalitatief een verbetering te maken op al die plekken. Maar we proberen ook de geluidsreductie bijvoorbeeld niet alleen voor Zwijndrecht en Burgt, maar ook voor Linkeroever en ook voor de ecologische gebieden eigenlijk te realiseren. Dan drie is een park voor iedereen. De bedoeling is om Ring Park West eigenlijk echt op regionale schaal te ontwikkelen als een plaats waar mensen komen de hond uitlaten, wandelen, fietsen enzovoort. Dus het is niet alleen een park voor de mensen van Linkeroever en Zwijndrecht zelf, maar zeker ook voor Rechteroever en het Waasland. En dan speerpunt nummer 4 is we verbeteren de bereikbaarheid voor de zachte weggebruikers. En daarmee bedoelen we zowel voetgangers als fietsers. En dan kijken we naar de interne bereikbaarheid door bijvoorbeeld meer fietsconnecties te voorzien. En veiliger fietspaden te maken, maar zeker ook de bereikbaarheid naar Rechteroever toe en naar Gent en Zaalzaten toe. Dit alles, al die speerpunten zijn eigenlijk gecondenseerd in het voorstel dat we in mei 2018 gepresenteerd hebben. Daarin opvallend is waarschijnlijk al het groene dat er daarin te zien is. Hier is de nieuwe Oosterweeltunnel, de Schelde-oeververbinding, Burgt en Zwijndrecht. En dan hier zien we de ingrepen die we voorstellen waar we later dieper op in gaan in deze presentatie. We hebben dit eindbeeld ook gepresenteerd in mei 2018 en niet alleen maar op één moment, maar eigenlijk met een soort van reizende ringdag. We hebben op drie verschillende locaties gedurende 5 dagen ons plan gepresenteerd, afgeprint op een groot tapijt eigenlijk van 5 op 6 meter, die eigenlijk iedereen toeliet om in detail te gaan kijken naar wat onze voorstellen zijn. Dat is niet de enige ringdag die we hebben gedaan. We hebben eigenlijk verschillende ringdagen gedaan. Ook de kick-off van het hele proces was een ringdag. Maar daartussenin hebben we nog 2 of 3 andere ringdagen georganiseerd. Dus we vroegen ons af van de mensen die hier nu aanwezig zijn en die al aan het luisteren zijn, hoeveel van die ringdagen zijn er georganiseerd? Of bent u persoonlijk naartoe geweest? De ringdagen die zijn er gebeurd voor segment West, maar zijn er evengoed gebeurd voor de andere segmenten op Rechteroever. Dus die mocht je zeker ook meetellen. We zien dus dat een groot aantal mensen is 1 of 2 keer geweest. Dat is heel mooi. Een aantal mensen zijn ook nog nooit geweest. Dat is niet erg. Er komen zeker nog voldoende kansen om aan te sluiten. En nog een kleiner aantal mensen is 3 of 4 of meer dan 4 keer zelf gekomen, wat natuurlijk fantastisch is. Die mensen zijn waarschijnlijk goed op de hoogte. Wat is daar uitgekomen? Op het einde van die eerste fase zijn er 31 leefbaarheidsprojecten geformuleerd in deze ontwerpfase. Die zijn gesitueerd over de hele ring. Dat begint hier van boven te tellen en gaat helemaal rond tot in Zwijndrecht en Burgt. En Linkeroever natuurlijk. En van die 31 leefbaarheidsprojecten heeft de Vlaamse regering eigenlijk 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd. Die worden nu uitgevoerd in de eerste fase. 3 daarvan bevinden zich nu, zijn eigenlijk samengeclusterd in Ringpark West. En die 3 die zijn voltooien van het fietsnetwerk, Sillebermen Zwijndrecht en Sillebermen Linkeroever. Er is dan nog een 4e en 5e project die eigenlijk voortgekomen zijn, die voorgesteld zijn in mei 2018, waarvan er 1 niet geselecteerd is voor de eerste uitvoeringsfase. En een 2e wel, dat is project 29, de Scheldebrug, de Scheldeoververbinding. Maar die wordt eigenlijk in een apart traject verder behandeld. We gaan even een stand van zaken geven, dit was de terugblik. Deze 18 leefbaarheidsprojecten zijn ondertussen geclusterd en zijn eigenlijk 7 parken gaan vormen en 1 Scheldebrug. Dus voor hier, deze regio, is het Ringpark West, waar we nu verder op in gaan. De Scheldebrug is een apart traject, zoals er juist aangemeld. En de andere leefbaarheidsprojecten zijn ook geclusterd in 6 andere parken op Rechteroever. Die zullen worden uitgewerkt door een ander team. Maar in de tussentijd staan we niet stil. De laatste keer dat we grote communicatie naar het publiek hebben gedaan, was in mei 2018.
In de tussentijd hebben we dus zeker niet stilgestaan. Enerzijds zijn de plannen voor de Oosterweelverbinding technisch verder uitgewerkt en helemaal klaargezet in aanloop van de omgevingsvergunningsaanvraag. Dat is eigenlijk een ander woord voor de bouwaanvraag. En voor Ringpark West zelf werd er samen met de burgerbewegingen, met de actiegroepen, met de stad, met de experts, werd er verder werd op het planbeeld dat we hebben voorgesteld en werd er verder getoetst op technische haalbaarheid. Dat heeft ervoor gezorgd dat sinds toen, sinds mei 2018, zijn er een aantal kleine veranderingen geweest in ons planbeeld. Dus ik ga eventjes de grootste veranderingen hier aanhalen en de andere veranderingen doorlopen we daar straks met Maarten. Dus een van de grote veranderingen is hier de fietssnelweg F34. Die is verplaatst van de noordzijde van de infrastructuur naar de zuidzijde van de infrastructuur. Dat heeft ook een effect op hoe deze fietssnelweg de infrastructuur zal kruisen hier met de nieuwe fietsbrug. En een andere grote verandering is dat het ringfietspad die we oorspronkelijk recht door het rot hadden getekend, nu wordt gebundeld met de infrastructuur, zodanig dat het rot, wat de ecologische waarde van het rot, beter kan worden beschermd en dat het rustiger is daar voor de fauna en voor de flora. Maarten zal nu verder toelichting geven over de verschillende geselecteerde projecten, Stille-Barme-Zwijndrecht en Stille-Barme-Lingerhoeven. Het geluidsproject dat spant zich eigenlijk op tussen de kern van Linkeroever helemaal rechts en dan Burgt en Zwijndrecht. Dus eigenlijk de drie grote woonkernen op de Linkerscheldeoever. Die worden eigenlijk volledig afgeschermd van de snelweg met een geluidsproject. Ja. Hier zien we eigenlijk de huidige situatie die dat we eigenlijk gekregen hebben in, toen wij onze studie aanvingen in 2018. Hier zien we eigenlijk dat eigenlijk het geluid zeer verstorend is voor de omliggende woningen, vooral voor Zwijndrecht en Burgt. Het was dan ook om die reden dat enkele actieve burgers, maar ook het gemeentebestuur van Zwijndrecht, de krachten gebundeld hadden om eigenlijk dit probleem aan te pakken. In een volgende dia zie je dan eigenlijk ook het resultaat van ons werk dat we toen hebben gedaan. We hebben toen eigenlijk gezocht van ja, hoe kunnen we nu eigenlijk dat storend geluid gaan reduceren. En hoeveel hebben we nodig? Toen hebben we ook afgesproken dat we eigenlijk voor een geluidsreductie gingen van 10 decibel. Dus met een hoogte van de geluidsschermen of bermen van 8,5 meter hoogte. Dus toen dat we dat allemaal wisten, hebben we toen met een hele hoop wetenschappers daar ook over teruggekoppeld. Dus die 8,5 meter kregen we mee. Dan zijn we daarmee ook naar de bevolking gegaan, naar jullie, in een van de workshops die we hebben gehad. En dat was eigenlijk het bermenconcept dat toen het meeste bijval kende. En dus waardoor dat eigenlijk het geluidsoverlast werd aangepakt, de fijne stofdeeltjes, maar ook het visuele effect. Hè. Dus tussen Zwijndrecht en Brugge ligt de E17 verhoogd. Ja, maar hoe kunnen we die nu toch landschappelijk gaan interessant maken? Het onderste profiel zien we dan eigenlijk links een berm en rechts een scherm. Dat ga je ook direct terugzien rond de kern van Zwijndrecht. En dat is gezien de bedrijvigheid dat erachter zit. Daar hebben we ook heel weinig ruimte soms. Zijn we daar moeten gaan zoeken voor alternatieven. We zullen beginnen met de schermen op zich. Dus bijvoorbeeld hier nummertje 2 eigenlijk aan de rand van de kouter van Zwijndrecht. Daar zijn de werken vandaag ook al wel bezig. Dus daar is Rink aan 1 vandaag bezig met de fundering aan te plaatsen van de schermen. En dan helemaal rechts op de dia zie je eigenlijk ook al het proefmodel van die schermen. Dus een glazen scherm van 8,5 meter hoog. Er staat ook linksonder een mannetje bij om te kunnen inschatten wat de schaal is van het geluidsscherm. En dan ook nummer 3 gaat ook gelijktijdig uitgevoerd worden. En dan nummertje 1 en nummer 7 die komen dan eigenlijk mee in ons project. Die moeten nog verder gedetailleerd worden. Ja. De grootste ingreep voor het geluid is uiteraard het stille bermenverhaal. Dus dat proberen we zo maximaal uit te strekken. Dus de foto rechtsbovenaan toont eigenlijk hoe dat de hellingen zijn vanuit de snelweg uit. Dus een zeer steile helling, onder 70 graden. En de achterkant, dus richting landschap, richting Brugt, richting Zwijndrecht, richting Linkeroever, gaan we dat zo glooiend mogelijk maken.
Waarom? Omdat we eigenlijk ook die ruimte kunnen teruggeven. Hè. We kunnen daar verschillende functies op uitoefenen. Er kan een landbouwfunctie aan gekoppeld worden, tuinbouw. Moet het ecologie zijn? Moet het recreatie zijn? Dat zijn nog allemaal dingen die daar verder ingevuld kunnen worden. Wacht, Marie, uw geluid nog. Oké, Maarten heeft een aantal mogelijke invullingen gegeven voor de multifunctionele berm. Bijvoorbeeld de tuinbouw of het laten grazen van dieren. Of misschien een puur ecologische invulling. We denken ook aan een speelweide bijvoorbeeld. Of dat er als een sneeuw kan daar ook op gespeeld worden. Tuinbouw die dan bedoeld is voor dan de omwonenden natuurlijk. Niet op de grootste, dat zal geen grootschalige landbouw zijn. Maar wat voor een activiteit of invulling zien jullie eigenlijk mogelijk op zo'n multifunctionele berm? We zien hier al schapen inderdaad een paar keer genoemd, dieren laten grazen, maar ook wijngaard. Dat is inderdaad aan de zuidkant, aan de Portse kant, is een interessante positie gericht op het zuiden. Bomenscherm, voedselbos, alpacas, sport- en spelelementen. Dat zijn allemaal interessante mogelijkheden die eigenlijk ook de leefkwaliteit rond Burgt en Zwijndrecht zal verbeteren. Er zijn ook wel heel wat mensen die eigenlijk liever een natuurlijke invulling willen, bijvoorbeeld met een bloemenweide of meer bomen aanplanten. De opties liggen nog open en we zullen die zeker ook met jullie nog oppikken in een verder traject. Aanvullend op het bermenlandschap zijn er twee plekken waar dat we het bermenlandschap, dus tussen 2018 en vandaag, we moeten vaststellen dat er toch wel technische beperkingen ook waren. Een van die plekken is bijvoorbeeld langs de Carrefour zitten in Brugge, aan nummertje 4, waar dat we eigenlijk wel echt ambiëren om het bermenlandschap door te trekken, dus van aan Kruibeek tot aan de Kennedy-tunnel, maar waar dat we gewoon plaatsgebrek hebben. En dat plaatsgebrek hebben we eigenlijk deels opgelost door een deel van de hoge talus te gaan vervangen door een scherm. Maar de ambitie blijft wel om eigenlijk het beeld van het Burgt maximaal groen te houden. Op een volgende slide zie je dan ook een visualisatie aan de Antwerpse Steenweg. Het is eigenlijk de huidige tunnel vandaag met die rode vrachtwagen boven. En dan daaronder eigenlijk het beeld van hoe het er over een paar jaar zou moeten uitzien. Dus een nieuw aangeklede tunnel met daarbij aan de rand het bermenlandschap. En dan enkel aan die onderdoorgangen, daar komt dan eigenlijk nog een scherm op. Dan gaan we eventjes naar nummer 6, een linkeroever, de Katwilligweg. Eigenlijk met de kruising met de Blaanse Vloerlaan. Dus op de afbeelding rechtsbovenaan zie je eigenlijk de brug met de Blaanse Vloerlaan. Aan de linkerkant zie je het glazen scherm dat eigenlijk Zwijndrecht afschermt voor geluid. En aan de rechterkant zie je eigenlijk het bermenlandschap. Dus dat we op een bepaalde plek ter hoogte van de brug gaan vervangen door een scherm. Omdat we daar eigenlijk met een hele hoop functies zitten die dat samenkomen. En dat zie je op het beeld daaronder. Dus dat is een combinatie van het geluidsscherm enerzijds. Ook de fietssnelweg dat daardoor komt. Eigenlijk het ringfietspad komt daar langs. Maar ook een heel belangrijke ecologische connectie. Die dat eigenlijk het rot met de brug veel zal moeten verbinden. Hier zien we nog eens even het beeld onder de Blaanse Vloerlaan. Dus vandaag een heel onherbergzame ruimte. We willen daar echt een fijne ruimte van maken. Er komt een fietspad door van 6 meter breed. Veel beweging. En ook vooral veel ruimte dat we daar willen maken voor de ecologische connectie te maken naar het bos. Dan op nummer 5 het terrassenpark. Dat is misschien wel de plek waar we het meeste ruimte hebben, waar het geluidslandschap het meest tot uiting kan komen. Op het plan rechtsbovenaan zie je eigenlijk rechts de aansluiting richting Blaanse Vloerlaan, waar eigenlijk vandaag de op- en afrit ligt van Linkeroever zelf. En dan onderaan zie je eigenlijk een beeld, dus waar het eigenlijk het terrassenpark zou kunnen vorm krijgen. Met daardoor eigenlijk het ringfietspad dat daar doorslingert. Dus je gaat eigenlijk daar, rechts aan de rechterkant ligt de snelweg achter het bermenlandschap.
En aan de linkerkant zie je eigenlijk het zicht van de skyline van Antwerpen. Op een volgende beeld zie je eigenlijk hier de Westknoop. Nu, het grote verschil met de situatie vandaag is dat de verkeerswisselaar dat daar ligt, dat die veel meer ruimte in beslag neemt. Dus die wordt veel compacter gemaakt. We krijgen daardoor eigenlijk een heel grote ruimte vrij. Dus eigenlijk gewoon nieuwe ruimte die dat we eigenlijk winnen binnen die snelweg. En om die kwalitatief te maken, leggen we daar dus het geluidslandschap rond. En dus daar ook, achter de berm, gaan we ook een geluidsarm landschap krijgen. Dus eigenlijk nieuwe ruimte die dat we nieuwe invullingen te geven. Oké, wat we met die ruimte moeten doen, dat is ook iets dat we eigenlijk al in het voortraject in een workshop met omwonenden hebben besproken. Door middel van inspiratiekaartjes konden de deelnemers van deze workshop eigenlijk aangeven wat voor activiteiten dat ze zelf zouden prefereren in heel het groene, het hele Ringpark West. Nu, we hebben enkel gefocust op wat er mogelijk is hier in het terrassenpark. En we hebben geprobeerd met de meest populaire kaartjes daar een soort van actief programma voor samen te stellen. Dus een aantal mogelijke activiteiten die wij hier zien, maar voor de duidelijkheid, er moet nog verder worden uitgewerkt, zijn bijvoorbeeld een uitkijkpunt, dat op deze plek een mooi zicht zou hebben, enerzijds op de infrastructuur, de nieuwe infrastructuur, en anderzijds ook over het eengemaakte park en de natuur van Linkeroever en Zwijndrecht. En plus, als kerst op de taart, eigenlijk de skyline van Antwerpen, die je aan de overkant van het water zal kunnen zien. Dan, het terrassenpark wordt ook eigenlijk gekenmerkt door verschillende hoogteverschillen. Dat laat eigenlijk toe dat we daar bijvoorbeeld een mountainbike parcours op kunnen laten plaatsvinden. Of we kunnen kijken naar hoe we klimmen kunnen integreren. Of een speelheuvel, een spelelement erin steken. Dat we sport en spel daar toch mogelijk maken. Andere mogelijke opties zijn dat we de huidige verharding die daar ligt van de snelweg recupereren om daar ook een iets actievere sport te laten plaatsvinden. Of dat we de bomen die we daar zullen aanplanten, ook dat we de hoogte ingaan en dat we daar nieuwe activiteiten voor Middenvijver en Linkeroever introduceren. We hebben dus een aantal mogelijke activiteiten op het oog op basis van de workshop die we gedaan hebben. Naar welke activiteiten die we genoemd hebben, kijken jullie het meest uit? Zijn er een aantal activiteiten die hier zijn aangereikt, waarvan jullie denken dat die echt goed zouden passen, of waar echt nood aan is? Of desnoods, als het nog niet is aangereikt geweest, hebben jullie misschien nog zelf ideeën? Bos en spel is een optie. Ja, dat is inderdaad iets waar we naar gekeken hebben. Mountainbike parcours, klimmen. Ik denk dat de actieve sporten toch wel populair zijn op deze locatie. Dat is ook wel waar dat in de rest van Linkeroever is het eerder recreatief en ontspannend. Dus hier zou er inderdaad ruimte kunnen komen voor meer actievere sporten. Kinderboerderij is ook nog een optie. Mountainbike en klimmen komen een paar keer terug. Wandelen, uiteraard, dat zal ook mogelijk zijn. En een zipline, dat denk ik dat iedereen wel leuk vindt. We gaan dan naar de volgende. Oké. Het tweede deel is eigenlijk het voltooien van het fietsnetwerk. Daarin de belangrijke die ik ook daarnet al aanhaalde, is de fietsring rond Antwerpen. Dus startende aan de Kennedy-tunnel, eigenlijk het ringfietspad dat doorloopt tot aan de Oosterweeltunnel. Dan in het noorden de lijn het fietspad, de fietsnelweg richting Zelfdraten. Dan in het midden naast de spoorweg door Zwijndrecht de fietsnelweg richting Gent en dan onderaan het lokale fietsnetwerk richting Burgt. Even kort, peilen bij jullie, inwoners van Zwijndrecht of Linkeroever of zelfs daarbuiten. Hoe vaak fietsen jullie eigenlijk op het fietsnetwerk van Zwijndrecht of Linkeroever? Is dat bijna dagelijks? Is dat een aantal keer per week? Bijvoorbeeld om naar het werk te gaan, een aantal keer per maand. Bijvoorbeeld om recreatief te gaan fietsen of ergens op bezoek te gaan. Of zelden of nooit. Zien dat toch een aantal keer per maand mensen zich verplaatsen. Dat zal dan misschien eerder voor recreatieve verplaatsing zijn. Of naar de Middenvijver gaan of naar het strand. Bijna dagelijks zien we toch ook wel 8 mensen die zich bijna dagelijks hier verplaatsen. Dat zal
goed nieuws zijn voor hen dan, de rest van de presentatie. En zelden of nooit, ja, we hopen dat die mensen misschien op het einde denken dat ze wat vaker de fiets zouden kunnen nemen. Want we hebben eigenlijk ook in het voortraject een workshop gedaan met de inwoners van Zwijndrecht en van Linkeroever, waar we met hen hebben gesproken over wat zij knelpunten vonden aan het fietsnetwerk, het huidige fietsnetwerk. En daarin kwamen 4 punten naar voren die mensen aangaven als reden om waarom ze eigenlijk minder vaak fietsen dan als ze zouden willen fietsen. Een van de belangrijkste was de verkeersveiligheid. Op sommige plekken is het niet veilig genoeg om overal te kunnen fietsen. Een ander tweede punt was de verbinding tussen Linkeroever en Rechteroever. Dat is inderdaad een punt die heel vaak werd aangehaald omwille van de liften die bijvoorbeeld vaak breken. De staat van de fietspaden is niet op alle plekken even goed in orde. En dan ook ontbrekende fietspaden, waardoor misschien te grote omwegen worden gemaakt om op een directe, vlotte manier te raken waar je moet raken. Dit heeft geleid dat wij het fietsnetwerk onder handen hebben genomen. En daar hebben we eigenlijk 3 speerpunten in achtergehouden. Dat is, we wouden ervoor zorgen dat het fietsnetwerk vlot ging, dus eigenlijk ook direct ging. We wouden ervoor zorgen dat het fietsnetwerk veiliger kon gebeuren. En niet te min, of niet te vergeten, liever wouden ook dat dit een aangename ervaring zou zijn. Hieronder ziet u 2 beeldjes vanuit het voortraject van 2017-2018. Waarbij daar rechts de Pastoor Koplaan is, met het fietspad dat hier langs de zijkant is. Die uiteraard werd geëvalueerd als een niet zo veilig, niet zo aangenaam fietspad. En dan rechts een mogelijke herinterpretatie van hoe de straat eigenlijk aangenamer en veiliger zou kunnen worden gemaakt. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor voetgangers. Oké, dat fietsnetwerk hebben we eigenlijk in een aantal projecten opgeknipt. Belangrijke daarbij is nummertje 5, eigenlijk de verbinding met de verschillende oeververbinding. Dan nummer 2, eigenlijk het ringfietspad dat langs Katholiekweg en het Rot gaat, waar je ook rechts onderaan het beeld van ziet. En dan bovenaan, nummertje 1, eigenlijk het fietspad dat eigenlijk over het bermenlandschap zal lopen, zoals je op die foto rechts bovenaan kunt zien. En eigenlijk zo de aansluiting maakt met de Oosterbeeldtunnel richting Noordkasteel. De fietsnelweg van Zelzaten, richting Zelzaten, dat wordt ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij, een belangrijk punt is daar ook de Meerstraat, waar dat we eigenlijk met een stuk fietsstraat zitten. En voor de rest maximaal fietspaden gaan realiseren van een voldoende breedte, een 6 meter breedte. Naast dan de fietspaden zelf zijn er ook 3 belangrijke oversteekpunten die dat we gaan realiseren. De eerste daar, nummer 10, links onderaan, is eigenlijk de verbinding tussen het centrum, de woonontwikkelingen en de sociale woonwijken aan de kant van Brugt, die eigenlijk zo verbonden kunnen worden richting het station van Zwijndrecht. Dus je hebt eigenlijk een paar fietsverbindingen. Je hebt aan het knooppunt van Kruijbeek. Je hebt de Pastoor Koplaan, maar er is eigenlijk geen verbinding. En dat is eentje die dat we wensen toe te voegen. Op de foto rechts onderaan zie je misschien... Ja. Rechts onderaan zie je eigenlijk het beeld van die nieuwe fietsbrug over de snelweg. Aan de linkerkant zie je het bermenlandschap volledig groen, dus 8,5 meter hoog. En aan de rechterkant zie je dan een glazen scherm. Daartussen wordt de fietsbrug opgespannen. En daar gaan we ook voor zorgen dat er dus ook geen enkel geluidslek richting achterliggende woningen kan zijn. Een volgende belangrijke fietsverbinding... hier zien we nou even in vogelvlucht. Een volgende belangrijke is eigenlijk ter hoogte iets voor de Kennedy-tunnel. Een goede 500 meter voor de Kennedy-tunnel. Eigenlijk waar dat vandaag de op- en afrit ligt naar Linkeroever. Dat is de fietsverbinding die dat eigenlijk het ringfietspad... over de snelweg gaat brengen en die eigenlijk ineens ook een verbinding is die dat eigenlijk de parkstructuur van het terrassenpark, zoals we het daarnet hebben besproken, eigenlijk gaat verbinden met de Burgtse Weel, maar eigenlijk ook de Burgtse Weel aan heel dat landschapspark hangt uit het van Blokkersdijk. In een volgende
een verbinding zien we dan eigenlijk centraal tussen links Vlietbos en rechts het Rot. Dat is ook een verbinding die in ons originele plan mee inzat, maar die op de reservelijst geplaatst is. Maar doordat we nu de fietsnelweg hebben verplaatst van de noordkant van de E34 naar de zuidkant, dan moesten we hier dus ook een nieuwe fietsverbinding plaatsen en hebben we er ook ineens handig gebruik van gemaakt om die ook in te zetten als een soort bermbrug. En waardoor dat eigenlijk recreanten ook hier heel vlot van het ene gebied naar het andere gebied kunnen gaan. Zonder eigenlijk hinder te hebben van de snelwegoversteek op zich. Dus met al deze verbeteringen die we aanbrengen, met de bredere fietspaden, de meer oversteking, meer doorsteking en de Schelde-Oververbinding, die eigenlijk pas later aan bod zal komen, zou je vaker fietsen op dit vervolledigde netwerk. De opties zijn ja voor al mijn verplaatsingen, ja, vooral voor mijn woon-werkverplaatsingen en dan gebruik maken van de fietssnelwegen. Ja, vooral voor recreatieve verplaatsingen. En dat zullen dan vooral verplaatsingen zijn in Middenvijver of op Linkeroever en Zwijndrecht zelf. Heel positief wat dat we hier zien. Hè. Ja, vooral voor recreatieve verplaatsingen. Dat is de bedoeling dat we een park maken voor iedereen. Dus zeer blij met dat resultaat. En ja, voor al mijn verplaatsingen, dat is ook... natuurlijk peilen naar een intentie, maar in ieder geval al goed om te weten dat er enthousiasme is over ons voorstel. En even zo'n doorkijk hier naar de timing en de planning. Het grootste kader dat u hier ziet, dat is eigenlijk het gros van het aantal projecten. Dus de groene projecten, dat zijn de bermprojecten, de geluidsprojecten, de rode, dat zijn de fietsprojecten. En daar gaan we eigenlijk in het begin van volgend jaar gaan we de omgevingsvergunning, de bouwvergunning voor dat project klaarmaken. De uitvoering zal dan eigenlijk gefaseerd zijn, afgestemd op de huidige werken van Rinkan 1. Dus de aannemer die vandaag al de werken aan het uitvoeren is op Linkeroever. En afhankelijk van hoe dat we dat eigenlijk bij hem in de werken kunnen inpassen, zullen die werken uitgevoerd worden tussen 2022 en 2026. Links onderaan, dat is eigenlijk heel het bermenlandschap rond Burgt. Daar zal de vergunning uiterlijk in het voorjaar van 2022 worden aangevraagd. En dat komt omdat daar nog een paar processen lopende zijn, waardoor dat we die mogelijk iets langer kunnen duren. Afhankelijk van de vlotheid van die processen zouden we het eigenlijk evengoed nog kunnen meenemen in de vergunning van 2020. Maar we gaan al vooral starten met projecten 13 en 14, het kleine kadertje rechts bovenaan, waar we de vergunning begin volgend jaar, in dit najaar gaan aanvragen. En dat is voor het pad door het Rot en dan de onderzwemvijvers op Middenvijver. En de uitvoering daarvan die gaat ook aansluitend zijn, dus ergens volgend jaar. Maar hier zien we dat nog eens op beeld. Dus rechts onderaan eigenlijk het grote grasveld van de Middenvijver ook zo kenmerkt. Daar centraal in gaan we twee hondenpoelen maken. Dus hondenzwemvijvers. Vooral met de intentie om eigenlijk de overlast uit het huidige natuurgebied, het Rot, zoveel mogelijk te milderen. Dus de honden die dat vandaag daar gaan zwemmen, die krijgen dan een andere plek, waardoor dat het natuurgebied beter geconserveerd kan worden. De grond dat er dan uitkomt uit die hondenzwemvijvers, gaan we ook een wal aanleggen rond Middenvijver. Een soort duinenlandschap, dat eigenlijk de geluidshinder van festiviteiten van Middenvijver ook op het aanleunende natuurgebied gaat milderen. Maar ook vooral een heel belangrijke spelaanleiding en een soort van lichtheuvels kunnen zijn die de recreatiewaarde van Middenvijver ook nog gaan versterken. Dan links zien we ook nog het pad recht door het Rot. Dat valt ook vandaag samen met de huidige fluxusleiding. In het volgende beeld zien we daar nog een simulatie van. Dus je ziet ook links in beeld de twee oranje paaltjes van de fluxusleiding. Dus dat is eigenlijk ook een rechte strook vandaag daar aanwezig, die dat zo onderhouden wordt, waar dat we eigenlijk ook de mogelijkheid willen maken dat recreanten eigenlijk het natuurgebied kunnen betreden. Dan denk ik als laatste zien we hier nog een overzichtje van Middenvijver, met centraal dan die twee hondenzwemvijvers en daar rond het duinenlandschap.
Dus deze werken die willen we dan eigenlijk zo snel mogelijk aanvatten. Als laatste nog, zoals Marie ook al in het begin zei, de Schelde-Oeververbinding zit niet in onze scope van het project van Ringpark West. Maar gezien dat dat toch gegroeid is vanuit ook jullie participatie vooral, wil ik toch nog eventjes hier de stand van zaken van aanstellen. Dus het is een lopend proces. Het is al een heel woelig proces ook geweest. Maar we zijn op zich, we zitten redelijk goed op schema nu. We zijn dus nu, er is nu ook een studie van de Stad Antwerpen en de Vlaamse Waterweg aan de gang met een afweging voor oftewel een tunnel, oftewel een nieuwe brug ter hoogte van de Kennedy-tunnel. Dus de zoekzone ligt vast. En nu worden eigenlijk de verschillende voor- en nadelen van die beide varianten verder afgewogen. Voilà, en daarbij kunnen wij ons verhaal afsluiten, denk ik, Marie. Of dat was het laatste.